Voor de derde keer ahoy. Nou, het is de derde keer, maar het voelt weer als nieuw hoor. Ga je ook steeds meer een Rotterdammer voelen nu? Ik dacht altijd dat ik een Amsterdammer was. En dat zou ik ergens ook altijd wel zo zijn. Maar nou, ik heb een Rotterdamse moeder, ik heb een Rotterdamse vrouw. Mijn kind is geboren in Rotterdam. Ik woon er nu zelf. Maar ik hoor af en toe interviews van mezelf terug en dan ben ik gewoon een Rotterdammer. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Dit is zo'n jong waar zoveel energie in zit, waar zoveel liefde in zit en gekkigheid. Die heeft die drang en die ambitie. Ja, dat is heerlijk. Wat hij eigenlijk geeft aan de wereld is ook wat hij krijgt van zijn fans. Dus dat is alleen maar te gek. En dan mag je nog twee avonden. Ja, nou ja, hoe leuk is dat? Ben ik bang, ga je maar door. Alles wat we hadden gepland met een drummer op zijn kop, alles klopte gewoon. Dus ik ben hier echt een heel trots man hoor. We hebben echt heel erg genoten. We zijn hier met de hele familie. Morgenavond weer. Echt serieus? Serieus. Maar zo'n grote fan van André of van Ahoy? Ahoy. Ahoy en André. Ik heb nog nooit een klote sfeer meegemaakt in Ahoy. Dat meen ik serieus. Of ik hier nou stond bij Nacht van Oranje of bij de Vrienden van Amstel of wat dan ook. Of bij mijn eigen show zitten ze altijd goed. Een voetballer die af en toe invalt. Die gaat in één keer de Champions League finale spelen, want zo voelt het echt. En hij scoort twee keer. Nou, dan heb je het wel prima gedaan, denk ik. En zo voelt het echt vandaag. Ik had er ook drie kunnen scoren, maar ik heb er twee gepakt.